we gaan het zo meteen hebben over de invloed die we zelf hebben op onze eigen gezondheid. Zowel fysiek als mentaal, want die twee dingen grijpen op elkaar in. Maar juist dat is voor sommige mensen niet zo eenvoudig. En dus gaan we handreikingen doen met onze experts hier aan tafel. Want ook de komende winter liggen er weer coronamaatregelen op de loer. Maar hoe zorg je ervoor dat je weerbaar bent? Dat zometeen. Eerst even een overzicht van de algehele gezondheid van de Nederlanders. Ondanks dat de levensverwachting van de Nederlander stijgt, gaat de gezondheid van de Nederlander achteruit. Nederlanders hebben steeds vaker te maken met overgewicht. Waar in 1990 nog 1 van de 3 Nederlanders overgewicht had, is inmiddels de helft van de Nederlanders te zwaar. Ook kanker komt steeds vaker voor. In de afgelopen 30 jaar is het aantal kankerdiagnoses verdubbeld. Samen met kanker zijn hart- en vaatziekten al jaren de meest voorkomende doodsoorzaken. Ook de mentale gesteldheid gaat erop achteruit. Deze was nog nooit zo slecht als in de eerste helft van 2021. Momenteel slikken jaarlijks meer dan 1 miljoen Nederlanders antidepressiva. En tot slot verdubbelde het aantal chronisch zieken tussen 2011 en 2020 naar een totaal van 10 miljoen chronisch zieken. Bij veel van de genoemde ziekten ligt er vaak een ongezonde levensstijl aan ten grondslag. Nederlanders zijn meer gaan zitten en dat is best gevaarlijk. Ruim de helft van de Nederlandse bevolking beweegt te weinig. 3/4 van hen eet ongezond en gezond eten is duurder geworden. 3 miljoen mensen in ons land roken. Dit heeft net als stress en angst een slechte invloed op de gezondheid. En door de coronamaatregelen is de algehele gezondheid er nog verder op achteruit gegaan. Ja, dat is een zware boodschap, maar we gaan het hier vandaag vooral hebben over wat je er zelf aan kan doen. Mag ik bij jou beginnen? Gezondheidspsycholoog Heijbrecht. Ja, nou ja, graag. Kijk, er is veel gezegd en geschreven de afgelopen paar jaar, zeker in coronatijd, over psychologische veerkracht. En ik denk dat het vertrekpunt is als je wil kijken naar het terugbrengen van de toename van fysiek en psychisch onwelbevinden. Dus we zien ook niet voor niks natuurlijk dat fysiek onwelbevinden, dus toenemende fysieke ziektes, toenemend mentaal onwelbevinden, dat samenhangt. Omdat de psyche van invloed is op de gezondheid, ook op de fysieke gezondheid. Bruce Lipton, een onderzoeker aan de Stanford University, die zegt dat zelfs 95% van de fysieke ziektes te verklaren zijn door chronische stress. Dus dan denk ik dat het vertrekpunt moet zijn, waar kunnen we iets doen aan onze psychologische veerkracht? En nou, daar zal het vanavond over gaan, denk ik, voor een groot deel. Hè. Daar put Wim ook zijn kennis uit. En wellicht jij als arts ook in jouw werk. Ja, ervaar je dat ook zo, Liedewij? Ben je het daarmee eens? Dat het echt vanuit de geest naar het lichaam werkt? En misschien er is een hele duidelijke beïnvloeding van de geest op ons lichaam. Hè, ook andersom, maar zeker ook van je geest naar je lichaam. En dat is eigenlijk ook heel gunstig, want dat betekent dat je ook aan processen in je lichaam soms een bepaalde sturing kan hebben. Zeker waar. En het is niet alleen maar psychische klachten, denk ik, die 95%, maar ook natuurlijk dingen die in onze omgeving gebeuren. Maar de sturing vanuit uit de geest is zeker belangrijk, ja. Maar daar wil ik op inhaken. Uiteraard speelt die omgeving ook een rol. Maar die omgeving triggert natuurlijk. Hè. De omgeving zorgt voor veel stressoren. Mm-hmm. En jij zelf bent het aangrijpingspunt. En ja, is het mooi, jullie hadden eigenlijk in de inleiding bij het Nieuws van de Dag ergens voor mij een voelbaar verschil van perspectief. Jij had het over autonomie en jij zei, degene die denkt dat hij wint, die wint. Dat is interessant, want volgens mij zit daar een spanningsveld. Mm-hmm. Ik geloof erin dus dat het begint met het niet leren denken. En ja, denken kunnen we toch niet loslaten, zul je dan veronderstellen. Maar zoals Wim ook zei, soms moet je samenvallen met het nu en met de activiteit, in plaats van dat je altijd maar beschouwt over wat je denkt. Dus ik vind het wel interessant om daarover verder te praten. Mm. Hoe denk jij daarover? Ja, nou leuk wat je allemaal zegt. Waar het niet dat ik heb laten zien in Detroit Universiteit, dat middels de gedachtekracht alleen ben ik capabel, en zo is ieder mens zit in elkaar, dus wetenschappelijk onderzocht. En dat is zo later ook gepubliceerd. En hier gaat het over de wil die fysieke stress weet te weerstaan. Dus er wordt er ijswater op mij losgelaten in een fMRI, zo'n brain scan, zo'n tunnel. En dan zien ze op een monitor zien ze wat er in je brein gebeurt. Terwijl ik dan in een vest zit en daar wordt ijswater doorheen gepompt. Waardoor normaal gesproken wij niets kunnen doen tegen de stress van die kou op het lichaam. Is het niet? Mm-hmm. Dat was de veronderstelling wetenschappelijk. Totdat ik kwam daar. Want toen liet ik zien dat de huidtemperatuur middels het gebruik maken van alleen maar mijn gedachten of
niet gedachte, maar wil. Dus gedachte en wil is een klein verschil. Hmm. Dat rijmt wel, hè? Oké. Okay. Dus alleen maar door de wil te gebruiken, lieten ze dat ijswater op mij los. 8 keer 7 minuten. En er was geen verlaging van de huidtemperatuur. En toen gingen ze kijken in de hersenen. En dan kom ik op autonomie. Mm-hmm. Autonomie. Autonomie is datgene waardoor je een regelrechte, wilsmatige verbinding kan maken in jezelf om stress in wat voor een vorm dan ook tegen te kunnen houden. Bestaat dat? En hoe dat doe je dat dus dan? Niet. Ik wil even naar concrete handvatten toe. Ja. Hoe doe je dit? Nou, a cold shower a day keeps the doctor away. Zo begin, zo, ik maak, probeer het altijd zo simpel mogelijk te maken. Elke dag even de... If you don't go to the stress, then the stress will come to you. Ja. Ja? Eigenlijk heel als jij niet naar die hormetische oefening gaat... Hormetisch self-inflicted acute stressful exercise. Als jij niet naar de kou gaat, dan komt de kou naar jou toe. Als jij naar de kou gaat en daarmee spreek tegen iedereen die zit te kijken... voor deze winter, om verkoudheden, griep en dergelijke infectieziekten tegen te gaan... een kwestie van een koude douche opbouwen. Is waardoor de helende kracht die in ons zit... maar die door te veel comfortzone gedrag verzwakt is geraakt... weer helemaal terug in zijn oorspronkelijkheid komt. En daarin heb je alle kracht om alle stress weder te weerstaan. Yeah. It's that. That's autonomie. Ja. En het, ik heb dat al tig keren laten zien in de wetenschap. Maar op deze manier brengen we het naar iedereen toe. Ja. En Diederwij, wij hebben het arts. Ja, ik denk in zijn algemeenheid. Hè, stress is ooit bedoeld als je in een gevaarlijke situatie bent. Hè. Als echt die sabeltandtijger voor je staat, dan moet je acteren. Dan moet je wegwezen, zeg maar. Of je moet terugvechten. Ik weet niet of dat in dat geval zinvol is. Maar dat is een echte stress waar je acuut fysiek op moet handelen. Alleen in deze situatie van nu, de moderne tijd... hebben we natuurlijk niet meer loslopende wilde dieren die ons doodmaken. Maar hebben we wel allerlei indrukken, beelden en dreigingen... die ook die respons geven. En ons lichaam gaat er nog steeds op dezelfde manier mee om. En dat is op zich, kan dat handig zijn, want je kan in actie komen. Maar als je dat niet doet en je verwerkt het allemaal... en je houdt het allemaal binnen... kijk, dan gaat het op een gegeven moment schade doen. Ja, dan zijn we op fight or flight modus. Ja, exact. En dan... Ik denk dat de roofdieren van nou, dat zijn de wereldleiders en de politiek. Ja. Dat zijn ze zijn echt. Ja. Er komt in ieder geval heel veel op ons af, hè, vanuit de media, waar stress bij gevoeld wordt. En als je voortdurend aanstaat, hè, dan heb je niet meer de goede balans tussen het sympathische zenuwstelsel, waardoor je in actie komt, en het parasympathische zenuwstelsel, wat rust en digest en weer terugkeren bij jezelf als het ware kan geven. En dus door oefeningen te doen die dat parasympathische zenuwstelsel weer activeren, kan je zelf ook die balans weer wat terugbrengen, waardoor je niet meer zo voortdurend aanstaat. Ja. Maar hebben we het nu dan over psychologie of hebben we het... Is dit puur fysiek? Ja, het is dus allebei. Hè? Want er gebeuren fysiek dingen. En door dus ook te kunnen sturen, ook doordat je bewust met bepaalde oefeningen bezig gaat, of bewust je aandacht richt op bepaalde dingen, zullen er fysiek ook dingen veranderen die je kunnen helpen om het van die stress los te laten. Jij bent gezondheidspsycholoog. Ja. Heb jij ervaren dat in de afgelopen jaren meer mensen naar je toe kwamen met depressie? Oh, absoluut. Ja, het aantal depressieve mensen is schrikbarend gestegen. Ja. Ik wil even terugkomen op de sabeltandtijger. Hè, en je veronderstelling dat we die gelukkig niet meer tegenkomen. Dat klopt, behalve als je naar artes gaat natuurlijk. Mm. Maar goed, dat is een flauwe opmerking overigens. Maar ik denk dat het aantal stressoren echt is toegenomen. Jij maakt de vergelijking met de wereldleiders. Dat is het gevaar voor mensen. En dan kan ik terug naar jouw vraag. Ik zie in mijn praktijk, en ik zie al jaren in mijn praktijk... dat mensen heel veel stress te verwerken krijgen... Heel veel crisissen waar we het ook nog over gaan hebben zometeen. Maar je hoeft van buiten te stappen en de klaksonerende auto's die rijden over je tenen. Je komt om de havenklappen stoplicht tegen. Ons systeem staat altijd op aan. En in de tijd van de sabeltandtijger hadden we veel meer momenten van contemplatie, van bezinning, van contact met elkaar. Waardoor je iedere keer die spanning waar jij het over hebt, fysiek, die kon je ontladen, die kon je neutraliseren. Er is geen rust meer. Nee. Dus ik denk dat de stress...
explosief is gestegen. En wat is daar dan de oplossing voor? Moet je dan meer sporten, meer mediteren? Wat zou jij meegeven? Nou, Wim heeft het over één hulpbron. In de psychologie hebben we het dan over hulpbronnen. Hoe kun je veerkracht opbouwen? Kijk, psychologische veerkracht is afhankelijk natuurlijk van je ervaringen met stressoren en hoe je gebouwd bent, wat je karakterstructuur is. En het belangrijkste daarin is dus dat je ook leert met de stressoren om te gaan. En je kan die dus opzoeken. Je kan dan saneren dat je steeds kouder gaat douchen of langer zonder shirt buiten gaat lopen, et cetera, et cetera. Dat is belangrijk. Maar een ander deel wat zorgt voor het opbouwen van veerkracht, dat is ook kunnen reflecteren op gedrag. Kunnen introspecteren op je eigen angsten en onzekerheden. Zeker als het gaat over psychische stressoren, zoals straks komt die lockdown weer en moeten we vaccineren. Maar dat is heel lastig, want hoe doe je dat? Want heel veel mensen zijn zich niet eens bewust van bepaalde angsten of dingen die ze hebben. Hoe krijg je dat stukje zelfreflectie? Nou ja, er zijn veerkrachtprogramma's, maar je kan ook gesprekken aangaan met mensen zoals wij die daarin geschoold zijn, die je kunnen leren reflecteren op je gedrag, maar ook op je fysieke gestel en ook hoe je trainen kan. Je ziet overigens wel bij mensen die het meest veerkrachtig zijn, dat ook mensen zijn die goed kunnen contempleren, goed kunnen introspecteren, dus goed kunnen kijken naar wie ze zijn. Het zijn ook de mensen die geen enkele waarheid voor lief nemen. Dat zijn onderzoekers, zijn mensen die goed kunnen communiceren vaak ook. Zijn mensen die ook positief blijven kijken. Dus mensen die vaak passief zijn en het maar voor lief nemen wat er gebeurt, dat zijn ook vaak de mensen met weinig veerkracht. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is een kip-ei-verhaal, want om die reden moeten ze natuurlijk schuilen in de groep en hebben ze veel last van stress, et cetera. Maar op die programma's, op die trainingen kun je dus inzetten bij mensen met weinig weerstand. Ja. En Liedewij, wat zou jij mensen meegeven om de komende maanden meer veerkracht op te bouwen? Ja, ik denk dat er twee misschien wel wat tegengestelde dingen bij zijn. Het eerste is namelijk dat het denk ik erg goed is voor ons als we daadwerkelijk intermenselijk contact hebben. Hè, dat gaat steeds meer via beeldschermpjes. We hebben ongelooflijk veel vrienden online. Echt duizenden, soms zelfs miljoenen. Hè. Maar met wie heb je nou echt wezenlijk contact? Dus daadwerkelijk elkaar opzoeken, dat is zeker heel belangrijk. Maar het andere is, neem ook de tijd om bij jezelf te komen. He, om bij jezelf af te vragen, hoe is het eigenlijk met mij? En dat betekent dat je een momentje neemt op de dag. Dat je echt eventjes gaat voelen, misschien met je ogen dicht. Dat kan mediteren zijn, dat kan even heel rustig ademen zijn. Dat je als het ware de tijd neemt om te voelen, hoe voelt het eigenlijk binnenin mij? Hoe is het eigenlijk met mij? Voor sommige mensen is zo zitten heel spannend, he, als ik het dan over mediteren heb. Omdat er allerlei gedachten ineens in je hoofd gaan komen. Dan kan het ook soms helpen als je meer lichaamsgerichte dingen doet, zoals bijvoorbeeld yoga, waarbij je ook met aandacht in je lijf bezig bent. Want alles wat zich hier in je hoofd afspeelt, of in je hart, de emoties, de gedachten, maar met name de emoties die eraan gekoppeld worden, die settelen zich uiteindelijk ergens in je lijf, als je niet de ruimte neemt om ze te doorvoelen, te ervaren. En daar krijg je uiteindelijk op den duur last van. Als je niet die tijd neemt om je af te vragen, hoe is het eigenlijk met mij? Ja. Ben je voorstander voor meditaties? Ja, zeker. Ja, ik begin daar mijn dag mee. Ja. Oh, mooi. Wat doet dat? Ja, wat dat doet. En wat voor vorm van meditatie doe je dan iedere ochtend? Want er zijn zoveel verschillende vormen. Ja, het is een combinatie van een zittende meditatie waar ik graag aan doe. En soms is die heel stil en soms is die gebaseerd op een bepaalde intentie. Er zit natuurlijk een bepaalde manier van ademwerk bij. En wat het doet. Beeldvorming, dus dan ga je gewoon zitten, ja. Ogen dicht, ademen. Ja, niks ademen. Doen. En soms heb je geleide meditaties, helpen ook. Die kunnen zijn vanuit een bepaalde gedachtegang of een bepaalde energie of een bepaalde intentie. Bijvoorbeeld over dankbaarheid of over resilience. Nou, van alles heb je om jezelf te vullen met energie. Energie vanuit de aarde, energie vanuit de kosmos. Ja. Om je hart te vullen met liefde. Al dat soort dingetjes kan je doen. En wat gebeurt er als jij dat niet doet? Nou, ik wil eerst even zeggen wat er gebeurt als je het wel doet. Okay. Want daar zijn ook echt genoeg studies naar gedaan. Dat als je 20 minuten probeert rustig te zitten en je ademhaling ook omlaag te brengen, en met name dus ook je uitademing te verlengen, om dat rustiger te maken, dan gaat je hartslag ook omlaag. Dus je kan, ademen is leven, zeker waar, maar met je ademhaling, die meegaat als je onrustig wordt, door die zelf omlaag te brengen, rustiger te maken, langer te maken, die uitademing, kan je ook weer je lichaam in zo'n toestand brengen. En dat is ook de relaxation response, ooit beschreven door meneer Benson, dat is er ook echt een. Dus je kan daadwerkelijk, door zo te gaan zitten, je stressniveau als het ware omlaag brengen. En als je dat ervaart, zeker aan het begin van de dag, dan kan het ook als een soort ankertje werken in de rest van je dag, dat je daar naar terug kan grijpen. Oh ja, hoe zit het eigenlijk met mijn adem? Zit ik weer helemaal hier? Of kan ik dat weer eventjes 1 minuut lang, 5 keer langzaam ademen? Kan ik dat weer terugbrengen? Maar klinkt een beetje als jouw afdeling. Ja, ik wou zeggen. Wim Hof-methode. Of geef ik hem door. Afdeling, ja.
Ja, het is aangetoond dat als je... er is een comparatieve studie geweest van de resultaten die wij hebben bereikt met die specifieke ademhalingsoefeningen. En mensen met mindfulness, die mindfulness doen. 4 uur per dag, voor jarenlang. Het blijkt dat deze specifieke ademhalingsoefeningen dieper in de hersenen gaan binnen 10 minuten. En dat komt omdat stress aan zich een biochemische equivalent heeft in het lichaam. Namelijk verzuring. Mm-hmm. En verzuring stijgt op een gegeven moment door de blood-brain barrier in de hersenen. En dan dereguleert hij de hormonale balans. En dan krijg je depressie en slecht gevoel. Dat is allemaal logisch. Nou, door die ademhalingsoefeningen te doen, krijg je dat je een spinaal vocht in de hersenen kan loslaten, waardoor de bloedtoevoer veel beter wordt, 100% namelijk. En met dat 100% neurale activiteit hebben we laten zien met de beste brain scans, Hannover, Duitsland, Montreal, doen we, ze hebben een grote studie, maar ze hebben die dingen al gezien, dat wij dus wilsmatig eigenlijk, middels ademhalingsoefeningen, gewoon specifieke diepte ademhalingsoefeningen, 100% neurale activiteit kunnen waarborgen in onze eigen hersenen. Eindelijk het moment waarop we onze eigen hersenen en activiteit zelf kunnen waarnemen en kunnen sturen. Hoe zou dat zijn, hè? Learn to own your own mind. Dat is het hele gegeven daarin. En dat is een natuurlijk principe. Maar daar zitten we in deze stressvolle maatschappij niet. Want als je kijkt naar waar die maatschappij nou eens goed voor is. Ja, voor bruggen bouwen en de raketten naar de maan sturen. Maar waar is het geluk, kracht en gezondheid voor elk individu? Ja. We hebben de plank misgeslagen daar. En we better do something about it. Ja, dus we hebben nu een stukje zelfreflectie, zeg je. Kun je doen om meer veerkracht te krijgen. Jezelf in stressvolle situaties zetten. Dus echt uit je comfortzone gaan. Ja, in een ijskoud bad moet je echt loslaten jouw gedachten. En daar moet je zijn. Dat is leren contempleren. En mediteren. Loskoppelen. Heb je dat stukje mediteren? Ja. Mediteren is loskoppelen. Ja. Wat nog meer? Want we hebben bijvoorbeeld hier in Nederland ook heel veel last van obesitas. Wat Wim zegt, loskoppelen in de ACT, de Acceptance and Commitment Theorie. Daar zeggen ze ook van, neem afstand van je gedachten. Als je in het ijs stapt, ben je geneigd om te denken, ah, koud, ik moet die weg. Dat is ook met stressoren. Ja, moet ik die vaccinatie nu laten zitten of niet? Ja, maar dan val ik buiten de groep. Laat die gedachten los en ga terug naar jezelf. Keer terug. Hou afstand van niet samen met die gedachten, want dan bepaalt het ook voor jou wat je doet. En dit kun je dus op die manier oefenen. Dus fysiek kun je oefenen hoe je mentaal ook zeg maar psychische stress ook aanvoelt. Dus wel heel makkelijk gezegd, hè? Van laat die gedachten los. Dus dan zit je in een ijsbad en je voelt de kou door je lichaam. Ja, laat die gedachten los. Hoe doe je dat? Maar je kan het trainen. Ja, dat is onbouw, hè? Je kan het trainen in 10 minuten. In 10 minuten. Echt waar. Ja. Waar is het ijs? Precies. Ijs is it's merciless but righteous, zeg ik altijd. Ja. Onverbiddelijke kracht. Je kan er niets tegen doen. Let it go. Door het te laten gaan is het lichaam plotseling bij machten om een wonderlijke warmte en kracht naar binnen te doen laten stromen, wat wij altijd tegenhouden. Mm. Zit nog iets kan ik me voorstellen? Ik wil nog één ding zeggen. Want die wilskracht kan niet bestaan zonder een waardeoriëntatie. Dat zegt de ACT ook. Je moet het waardevol vinden. Je moet willen weten dat er buiten jouw verstand een totaal andere realiteit kan bestaan. Daarvoor is religie bijvoorbeeld ook heel mooi. Dus die waardeoriëntatie die speelt een hele subtiele rol in het kunnen doorzetten van die wilskracht. Dus hoop, dat zie je vaak ook als component in onderzoek terug. Mensen die veerkrachtig zijn, die zijn altijd hoopvol. En die zijn op doel gericht. En die hebben vertrouwen in zichzelf dat ze het kunnen. Dat zijn componenten, komen altijd terug. Dus waardoriëntatie hoort ook bij wilskracht, gek genoeg. En dan kan ik me voorstellen dat misschien een koud bad nemen of koud douchen niet iedereen zijn ding is of favoriete methode. Zijn er voorbeelden van dingen die wat toegankelijker zijn voor iedereen? Bijvoorbeeld voeding. Zou je daar nog iets mee kunnen doen? Ja, voeding is tegenwoordig geen voeding meer. Er zitten allerlei rotzooi in, additieven. En dan voeding staat voor... Maar wat moeten dan mensen dan wel eten? Ja. De regeringen zouden eigenlijk eens een keertje moeten gaan kijken in de voedingsindustrie. Dat er geen rotzooi in gebracht wordt. Want voeding staat voor energie, is het niet?
Nou, als je op een gegeven moment die additieven erbij hebt, dan gaat die energie die die voeding veroorzaakt, nou, die gaat verloren. Als ik morgen nou naar de supermarkt ga, wat moet ik dan kopen? Ik wil even praktisch gewoon hele simpele praktische hoe je dingen met de riemen die we hebben, ja, is gewoon ja, eenvoudig voedsel kopen. Niet te geraffineerd. Nee, niet te veel bewerkt. Niet te veel bewerkt. Nee. Ja, als het kan, verse producten, waarbij voorkeur niet al te veel bestrijdingsmiddelen overheen zijn gegooid. Hè? En ook niet om het vers te houden, dus ook niet pas misschien na het transport. Direct bij de boer. Ja, ja, korte route. Ja. Concrete, goede tip, direct bij de boer. Ja, nee, want kijk, dit lichaam maakt dat we leven. Hè? Dankzij dit lichaam zijn we hier. En zodra dat lichaam ermee ophoudt, wordt het leven echt een stuk minder leuk. He, dus het is heel belangrijk om je lijf goed te houden. Iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil oud zijn. Dus het is een uitnodiging om nu al om heel goed voor je lijf te zorgen. Daarbij is je lichaam ook de tool om te connecten met de hele omgeving. He, met je lichaam kan je voelen, kan je zien, kan je ruiken, kan je horen, kan je waarnemen, proeven. Alles beleven we dankzij dit lichaam. Supermooi. Dus hoe beter je je lichaam gezond weet te houden, fit weet te houden, hoe groter je bewustzijn ook wordt. Ja, stress vernauwt je bewustzijn. Hoe? En groter. Sorry, maar het opheffen van stress vergroot dus ook weer je bewustzijn. En alleen door je dat met je lijf te ervaren, ja, maak je onderdeel van het leven. En als we kijken naar sporten, Wim, sport je? Ja, zo splitjes doen hier. Ik ben 63 jaar. Ik ben sterker dan mensen de helft van mijn leeftijd. En dat gebeurt dus door die kou en die ademhaling. En Alistair, maar sporten ook. Die aan de top zit, Die wordt gewoon een stuk beter. Alleen maar door die ademhaling. Mm-hmm. Of ik sport. Ja, voor mij is elke dag doe ik oefeningen en zo. Ja. Lichaamsbeweging. Ja. Ja. Hoe belangrijk is sporten? Ik denk dat namelijk heel het is vooral ook heel lekker. Het is heerlijk. Dat is één. Maar hoe belangrijk is het? En daarna is het ook nog eens heel belangrijk. Hoe belangrijk? Ja, heel belangrijk. Het is belangrijk dat je ook spiermassa houdt en dat je ook fit blijft. Zodat je ook zo lang mogelijk zelf autonoom voor jezelf kan blijven zorgen eigenlijk. Hè? Niet alleen door de tekorten, maar ook gewoon omdat het vanuit je gevoel van eigenwaarde en autonomie goed is om voor jezelf te kunnen zorgen. Hè? Dus daarom is het ook belangrijk dat je dat doet. Merk je dat ook in de praktijk? Ik kom zo bij. Merk je dat ook in de praktijk als mensen bij je komen voor zo'n ingreep? Ja? Dat het effect of herstel misschien anders is wanneer je als patiënt wel sport of geen sport bent? Het ligt natuurlijk al. Sport in general is ook een vage term. Hè? Want mensen die gruwelijk veel sporten, topsporters, marathon lopen, die soms wel 6 marathons per jaar lopen, dan doe je ook op een gegeven moment roofbouw op je lijf. Hè? Dus het is natuurlijk allemaal een glijdende schaal. Maar zorgen dat je fit bent, dat je nadenkt over welke dingen je eet en ook die mogelijkheid hebt natuurlijk. En dat je werkt aan zowel je spierkracht als je fitheid. Ja, dat is goed. Dat is zeker goed. En hoe beter je een operatie in mijn geval dan ingaat, hoe sneller en hoe beter je er ook vaak uitkomt. Sneller herstel, minder kans op complicaties. Absoluut waar. Ja. Tot slot, Huijbrecht, jij wilde nog wat zeggen. Ja, ik wil een kleine aanvulling maken, omdat je natuurlijk met sport ook endorfines aanmaakt. Hè? Dat zijn die prettige hormoontjes die ervoor zorgen dat je je ook weer fijner en daardoor mentaal sterker voelt. Dus het is niet alleen spierversterkend, maar ook geestversterkend. Ja. Ja. Dus effect op lichaam en op je geest. Ja. Ja. Dan gaan we nog even naar boven, naar collega David. En we kijken of er misschien vanuit de boven, vanuit het publiek, een vraag is voor de gasten. Hi, Senna. Jazeker, er zijn een heleboel vragen. En er is er zelfs eentje voor jou. Laat ik daar even mee beginnen. Oh, jee. Ja, want na Wim zijn vurige pleidooi, wanneer ga jij in een ijsbad? Nou, ik heb het 1 keer gedaan. Maar als jij, Wim, mij uitnodigt voor een ijsbad, dan ben ik er. Kijk, en dan gaan we er een video van maken. Het staat nu op beeld, Senna. Jij komt hier niet meer onderuit. Heel goed. Gaan we doen. Goed, volgende vraag. Er komen ook heel veel praktische vragen langs. Eerst eentje voor Wim. Wat te doen bij koude handen of voeten? Ja, dan alleen, het zijn de extremiteiten. En dan praat je over de conditie van de Raynaud. Dat mensen last hebben van de rigide samentrekking in de handen, omdat het een andere fysiologie is. Even dat opzij. Ik zeg gewoon 2 minuten in ijswater met je handen alleen en of voeten alleen. Is waardoor de rest van het lichaam niet gecompromitteerd wordt. Is waardoor het kan sluiten. En dan kan het terugkeren in zijn natuurlijke staat van de bloedsomloop in de handen en voeten. Want er meestal krijgt men daar pijn. En dus, ja, heel veel vrouwen hebben daar last van. Er zijn hele universiteiten, er zitten departementen alleen maar op dat gebied. En het is zo simpel.
2 minuten in ijswater met je handen. Dus je zegt eigenlijk, als je koude handen hebt... Dan is het al klaar. Dus als je koude handen hebt, moet je juist je handen in ijskoud water zetten. If you don't go to the cold comes to you. Ik heb numerous van die gevallen gezien. En nou ja, het is eigenlijk gewoon wonderlijk. Dankjewel, water doet. Wim. Praktische vraag, praktisch antwoord. Dan de volgende vraag voor Liedewijen. Iets zwaarder, maar ik wil hem toch stellen. Heb je tips voor vrouwen die angst hebben om borstkanker te hebben? Wat kunnen ze daartegen doen? Als ze bang zijn dat ze het hebben, bedoel je? Ja, een angst voor eventuele borstkanker. Nou, wat altijd verstandig is, is dat je zelf onderzoek doet aan je borsten. Hè? En vrouwen hebben over het algemeen een menstruele cyclus die door de maand heen varieert. Dat je dus ook in verschillende fases van die cyclus zelf borstonderzoek doet. Onder de douche bijvoorbeeld, waarbij je heel voorzichtig voelt... Volgens een bepaalde systematiek, hè, die je zelf kan onthouden en telkens kan herhalen, dat je in je eigen borsten voelt wat je voelt en of er dan ook iets verandert zo gedurende de weken. En dan misschien ook weer terugkeert bij de situatie die je een maand geleden ook al hebt gevoeld. Of dat het niet zo is en dat er een stoorzender zit die eigenlijk alleen maar groter wordt in de loop van de tijd. En dat is dan een reden om naar de huisarts te gaan. Helder antwoord. En als je dus helemaal niks voelt, maar je bent bijvoorbeeld wel 50 of ouder... dan is het een heel goed idee om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Want in Nederland is dat zo afgestemd dat daar ook borstkanker naar voren kan komen... die nog helemaal niet voelbaar is. Daar heb ik ooit een proefschrift over geschreven. Dus daar ben ik toch wel een voorstander van dat op die manier mensen eerder geholpen kunnen worden. En daarna ook weer... Ja, klinkt misschien nu een beetje heel kort door de bocht, maar verder kunnen met hun leven. Duidelijk. Dus boven de 50 en met zo'n angst toch maar even laten onderzoeken. Ja, en verder gewoon ook goed zorgen voor jezelf. Gezond zijn, gezond leven, dat heeft ook een goede invloed. Dankjewel. Huibrecht, voor jou. Nog even, stel nou dat je een dierbare hebt die niet zo happig is... of misschien wel een beetje sceptisch is over alternatieve geneeswijzen... zoals bijvoorbeeld de Wim Hof-methode. Hoe overtuig je nou zo iemand om dat toch te proberen? Om het te proberen? Ja. Oké, ik dacht dat je wellicht wilde vragen van... hoe kun je overtuigen van het gelijk van Wim in dit geval. Dat is het dus proberen. Ja, iemand over de streep trekken om het te proberen... dat is iemand confronteren met simpelweg de eigen wijsheid van iemand. Kijk, je kan heel veel loslaten aan ideeën en meningen over mensen. Maar ik heb die vaak aan deze tafel over het debat. Ga dan de ontmoeting aan en kijk wat het met je doet. Als je stoer genoeg bent om iets af te wijzen... wees dan ook stoer en ga de uitdaging aan. Dus ik denk dat je dit dan moet zeggen. Dankjewel. Dan nog één laatste vraag terug naar jou, Wim. Wanneer kwam je erachter dat jij kunt wat jij kunt... door middel van je koutraining en ademhalingstechnieken? 46 jaar geleden. Zo. Begon ik. Ik voelde me aangetrokken om dat gesoebat en de gedebat in mijn eigen hoofd. Dat gefilosofeer. Ik werd aangetrokken om in de winter in Beatrixpark Amsterdam... in een park dus, in de stad, het water in te gaan. En toen ik dat deed, toen voelde ik van... Ja, in woorden die niet daar waren, maar gevoelens... This is it. Dit is het. Gaaf. Stond gewoon stil. Dank je wel. En sindsdien, 46 jaar lang... I'm here. Boom. Ice man. Heerlijk. Ja. Gaaf. Dank je wel, Wim. Tot right na het volgende blok. Super. Dank je wel, David.